Hallo lieve maagd, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 48, 27 november tot en met 3 december. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve maagd, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Wauw. Je gaat steeds meer stralen. Je komt steeds meer in je kracht. En soms heb je het niet eens door dat je in je kracht staat. Je helpt mensen weer vrolijk te maken. Je geeft ze positieve energie weer mee. Alle zware situaties probeer je weer licht op te laten schijnen. Dus eigenlijk zie ik dat je heel erg bezig bent met mooie schaduwkanten op te lossen. We gaan eens even verder kijken, lieve maagd, naar wat je verder deze week kan verwachten. Oké. Ja, je bent heel erg bezig om vanuit je hart te leven. Mensen een hart onder de riem te willen geven, healingen willen geven, goed luisteren naar een persoon. Dus het hoeft helemaal niet zo groot te zijn, maar je staat er voor anderen. Maar tegelijkertijd ook om jouw hart te luchten, om vanuit jouw hart echt te leven voor jezelf. En het is vooral ook belangrijk dat je nog meer jezelf mag accepteren. Wie ben jij? Wie wil je zijn? En accepteer het. Daarnaast zie ik vooral dat je bezig bent nog met oude patronen. En die patronen ben je echt aan het doorhakken. Soms komt het weer terug door bijvoorbeeld de volle maan of iets dergelijks. Om te kijken, hey, hoe sta je er nu in? Je bent met zulke grote transformaties bezig. Wat gewoon echt tijd kost. En dan is iets vanuit het verleden niet binnen 5 tellen opgelost. Luister dus goed naar jezelf. Luister goed naar je gevoel. En dan komt het allemaal in orde. We gaan eens even verder kijken, lieve maagd, naar een mooie positieve boodschap. Ik verdien respect, liefde en geluk. Ik geef ook respect, liefde en geluk. Lieve maagd, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.